Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van de Gierige Gasten. Mijn naam is Joost. Mijn naam is Niels. En vandaag gaan we testen wanneer een barman nou zich geroepen voelt om het drankje gratis aan te bieden van het huis. Ja. Is dat eerder bij iemand die alleen maar slecht nieuws heeft, of gaat hij dat eerder doen bij iemand die alleen maar goed nieuws heeft? Ja, en ik ben dan de blije eikel vandaag. Ik heb alleen maar het goede nieuws. Dus oftewel, ik heb vandaag promoties gemaakt op werk. Dat betekent meer geld. En met dat extra geld kan ik een huis kopen. Dat vertel ik aan mijn vriendin en die komt het geweldige nieuws dat ik vader word. Ja, dat is allemaal superleuk voor jou, Joost. Ik ben daarentegen een beetje de zielepiet van de video. Oh. Bij mij gaat alles helemaal mis. Ik ben zojuist mijn baan kwijtgeraakt. Daardoor ben ik ook mijn hypotheek voor mijn nieuwe huis kwijt. En gaat mijn vriendin het ook nog eens even uitmaken met me. Oh, wat zielig, man. Ja. Ik ben wel benieuwd wie van ons nou een gratis drank krijgt. Zo, hey. Ja, zeg het wel. Hele goede avond. Als je het weet mag je het zeggen. Ja, ik vind dat ik wel een biertje verdiend heb. Ja? Ja, wel trekken eigenlijk. Oh. Ja, hard gewerkt. Nou, vandaag net iets minder. Oké. Okay. Ja, ik had vandaag een gesprek met mijn leidinggevende. Met het goede nieuws dat ik vandaag opslag heb gekregen. Tenminste, nou, promotie zelfs erbij. Dus 25 september kan van jou nu een stuk. 25 september is een mooie dag. Een mooie dag. Ja. Zou ik een kop koffie mogen? Gewoon een koffie? Gewoon een koffie, alsjeblieft. Ik zat even te twijfelen of ik een biertje moest nemen. Ja. Ik heb net te horen gekregen dat ik ontslagen ben. Dat is helemaal kut. Ik zou maar een biertje nemen. Ja, ik twijfel een beetje. Dus ga ik nog een diepe dal in. Ja, als het goed is krijg ik binnen nu en volgens mij het eind van deze week te horen of ik het huis heb of niet. Kunnen we gezins uitbreiden? Dat zou leuk zijn, hè? Echt heel veel zin in. Ja, man. Was ik net een beetje uit de put, zeg maar. Dan krijg je dit. Ik werk in een callcenter. Dus gewoon je targets halen en de laatste 2 maanden ging het gewoon niet goed. Nee! Echt? Er is niemand overheen gegaan. Dit is ongelooflijk. Het is bizar. Dit geloof je nooit. Wat dan? We hebben het net over, toch? Ja. Ik heb hem. Als de hypotheek volledig rondkomt, heb ik hem. Ja, nou, ik krijg hem net, ja toch? Ja. Dat is echt bizar. Dit is echt wauw. Ik kan niet acteren, man. Ik voel me gewoon de rapper Shorts van de acteurs. Het is gewoon zo fucking slecht. Yes. Oh, dit is echt een... Dit is echt... Ja. Een pak voor mijn schouder zit. Yes. Probeer me voor mij een klein biertje alsjeblieft om te vieren. Nou. Ja, toch? Even doen maar. Ja. Ik lust er nog wel één. Ik ben met een hypotheek bezig voor een huis, dus ik ga even bellen met hem. Ja. Met de hypotheekadviseur. Hij kwam, je spreekt met Niels Oosthoek. Het is niet zoiets heel leuks gebeurd vanochtend. Ik ben ontslagen. Wat inhoudt dat ik op dit moment geen baan heb, dus ik weet niet hoe het precies met de bank zit en hoe dat... wat de procedure daarvoor is, binnen hoeveel maanden ik een nieuwe baan nodig heb. Dat huis op de tweede Kostverlorenkade, dat kan dan sowieso niet door, wil je zeggen? Nee. Ik kan het echt niet geloven. Hypotheek ook weg, godzang. Kan het nou? Er moet toch gewoon een soort van procedure voor zijn? Dat je hypotheek kan houden, of tenminste. Ja, is jou toegekend? Nee, we waren net in dat proces, zeg maar. Ja. Nou, dat is volgens mij wel. Ja. Ik kan ook helemaal niks aan doen. Misschien is het een vetje voor mij. Wil je een borreltje? Nou ja, dus ik heb een beetje over te twijfelen of ik dat wel moet doen. Ik zou het doen. Ja? Ja. Ik wil je niet aan de drank. Nee. Maar... Nou, dan doen we een klein borreltje alsjeblieft. Wat wil je hebben? Misschien een bacootje. Oh. Nou, zit nog als een meisje te piepen hier ook. Sorry hoor. Sorry. Dat is krijgt van mij. Oh, hartstikke bedankt. Dat is lief. Heel lief. Dat is natuurlijk beter. huis. Dat werkt niet. Ik heb gewoon felicitaties gehad. Ik krijg niks. Dus ik moet gewoon weer een schepje erbovenop doen. En dit keer word ik vader. Liefje, we hebben het. Ze hebben het geaccepteerd. Het bos geaccepteerd. We hebben het huis. Wat leuk hè. Nu kunnen we gewoon beginnen. Wat wil je zeggen? Wat wil je zeggen? Nee. Hou op. Je gelooft het nooit. Ze is zwanger. Oh, altijd nog. Oh ja, wat krijg je van me? Ik moet weg. Oké, is goed. Ik wil het pinnen bij je, alsjeblieft. Ja. Nou, terwijl ik helemaal in zak en as zit, heb ik zojuist een Bacardi Cola gratis van me gekregen. Zat ik niet echt op te wachten om 1 uur 's middags. Maar super lief van me. Ik wil toch ook wel heel graag dat koffietje gratis. Dus ik moet er nog even iets extra's in knallen. Hey schat. Vanochtend op werk ben ik ontslagen door Jeroen. Maar het volgende probleem is namelijk dit. We krijgen de hypotheek voor het huis, dus ook niet. Kunnen we het nog op jouw vader gooien? Of dat jouw vader garant kan staan? Hoe bedoel je? Als in, je bent er helemaal klaar mee. Geef me gewoon nog 1 kans. Alsjeblieft. Ik kan niet zonder jou. Oké. Vaarwel. Mijn vriendin is er al klaar mee, dus... Oh, jezus. Ja, bedankt hoor. Zo. Oh. 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 Ik ga naar huis. Lijkt me het beste. Ik kan nog een koffie opstaan, hè? Ja, hartstikke bedankt. Top. Dank u. Oké, hou je taai. Ja, bedankt. Hoe ging het bij jou? Ja, hoe ging het bij mij? Niet? Baarcootjes kregen. Jij? Ja, ik kreeg helemaal niks, man. Helemaal niks? Nee, ik heb helemaal niks gehad. Ja, maar dat komt gewoon door die acteerskills, hè? Oftewel, slecht nieuws werkt beter en acteerskills helpen ook al mee. Ja, dat is goed dat je het even zegt. Ja, hè? Nee, die vrouw die had zo met mij te doen. Die denkt, die arme ziel, die moet gewoon even een drankje hebben naar al dat negatieve nieuws. Dat heb ik gekregen. Ik had wel liever dat koffietje gratis gehad, want om 1 uur 's middags een borreltje drinken is wel iets te veel van het goede. Maar anyway, ik heb een gratis drankje gehad. Jullie thuis kunnen ook iets gratis fixen, toch Joost? Ja man, jullie kunnen vliegtickets winnen. Het enige wat je hoeft te doen is even naar de link in de beschrijving te gaan. Klik op de knop en stem op Vote for this Innovation. Deel dat met hashtag YouVWash. Maak kans op die vliegtickets en nog veel meer prijzen. Ja. En als het allemaal iets te snel ging, moet je gewoon even in de beschrijving checken. Maar je kan dus vliegtickets winnen. Ja. Vond je het een vette video? Dan moet je liken. Wil je meer van ons kanaal zien? Dan moet je abonneren. En heb je honger? Dan moet je een boterham eten. Ja, of wil je nog wat zeggen? Reageer dan even. Zien we volgende week. Later.